Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij de 25e editie van het Theaterfestival Breda. En we gaan binnen eens even een kijkje nemen. Allereerst proficiat met jullie 25e editie van het Theaterfestival Breda. Wat is jullie bedoeling eigenlijk van het Theaterfestival? Nou, dankjewel op de eerste plaats. De bedoeling van het Theaterfestival. De bedoeling van het Theaterfestival is in de eerste plaats om de mensen een leuke avond te bezorgen. Dat is eigenlijk de belangrijkste doelstelling. Daarnaast hebben we als ATOP, en de ATOP is de Amateur Toneel Overleg Breda, dat is een beetje de organisator van het geheel, als doelstelling om alle amateur toneelverenigingen in Breda één keer in een weekend op dezelfde plaats bij elkaar te krijgen, om aan elkaar en dus aan de Bredaanse bevolking te laten zien wat ze in huis hebben. Dat is eigenlijk een beetje de doelstelling. Oké, en de 25e editie, ik weet niet hoe lang u het al mee organiseert, maar is er veel veranderd in die jaren? Ongetwijfeld is er heel erg veel veranderd. De geschiedenis van het festival kan ik niet eens meer achterhalen, hoor. We hebben vastgesteld dat het de 25e was. Maar het is uit een winterslaap gewekt 6 jaar geleden. Dus de eerste versies van het theaterfestival waren heel lang geleden. Ik denk dat het Chassé toen nog niet eens bestond. Dus dat zal nog wel in de oude Schouwburg geweest zijn. Maar wij doen het nu een jaar of 6. Want we hebben die traditie weer op willen pikken. En we staan nu voor het eerst met het theaterfestival in het Chassé Theater. Dat is ook het 25e, speciaal cachet. En tot nog toe gaat het heel erg goed. Hartstikke leuk. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Heeft net de eerste voorstelling gekeken. Hoe vond u het? Ik vond hem zeer vermakelijk. Ik heb er al van genoten. Leuke lachmomenten en leuk vormgegeven ook. Dus ik ben benieuwd wat de volgende voorstelling wordt. Ik kom net van het toneel af. Voor welke toneelvereniging bent u en hoe ging het vanavond? Ik ben van Haagse Bluf, een Bredaanse toneelvereniging. En ja, het ging eigenlijk echt fantastisch. Ik ben echt heel blij dat het echt heel erg lekker ging. Het is... Het was heel spannend van tevoren de energie erin te krijgen, maar dit ging echt super goed. En hoeveel avonden of per week bent u er ongeveer mee bezig? Ik zou zeggen 2 of 3 avonden in de week. We hebben 1 keer per week repetitie meestal. Maar ja, je moet ook de tekst leren, je moet erin komen. En vooral op het eind, toch al een paar keer achter elkaar gedaan. En toch veel tijd in, maar wel heel gaaf. Altijd leuk om te doen.